Hallo jongens, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van de Cultuurvlogger. Mijn naam is Marco Dreyer en het is 1 juni. Dat betekent dat de theaters weer open zijn, open mogen zijn. En ik sta voor het Tapas Theater in Amsterdam-Oost. En het wordt volgens mij heel leuk, want ik heb er zo'n zin in, dus kijk mee. Als ik al zei, sta ik voor het Tapas Theater. En het Tapas Theater is een uniek theaterconcept, omdat je niet naar een avondvullende voorstelling gaat, maar naar een aantal voorstellingen kan van 20 minuten. Het Tapas Theater is helemaal corona-proof gemaakt. Je krijgt je vaste tafeltje aangewezen. Het is net iets anders dan het normaal gaat bij het Tapas Theater, maar je hebt je vaste tafeltje. Je gaat naar de voorstellingen. Je hoeft niet bij mensen in de buurt te zitten. Je kan nog steeds eten hier, je kan nog steeds drinken hier. En vandaag gaan we kijken naar 2 voorstellingen, dus ik ben heel benieuwd. Ik heb het teruggezet en toen de oven zo hoog mogelijk gedraaid en gewacht tot het zwart werd. Het is nog heet, gloeiend. Belangstelling? Waar is dit voor nodig? En heb jij je handen al gewassen? Nergens voor. Het leek me gewoon net iets wat een geestelijk gestoorde, sekshongerige, pillenslikkende huisvrouw zou doen. Ja, ik heb mijn handen gewassen. Ik raad een beetje aan. Nee, niet doen. Ik ben oké. Pillen, daar gaat het niet om, hè? Dat is niet ons probleem. Je jaagt me de stuip op het lijf. Ik weet het niet. Oh ja, ik mak hem hoor. Denk jij dat je de enige bent die seks haat? Nou, ik ook. Geen zin in met jou, dan haat ik het ook. Als je s'nachts weer bovenop me ligt en rampen tampen tot ik totaal beurs ben en aan stukken uit elkaar val, dan haat ik het ook. Een marteling, het was stom van me om met jou. Trouwens, ik heb altijd al geweten dat ik zie het meteen als jij pil op hebt. Zojuist zijn jullie de beginscène van een voorstelling die Puk, Pommelien en Guus Voogd aan het maken zijn. Voor hier bij onze Tapas Theater. Ze spelen in juli. Ze zitten nog midden in het maak- en repetitieproces, maar zij dachten, we willen graag die kans aangrijpen om dan een preview te laten zien. Dus dat bedankt, Puk en Guus, dat jullie een list hebben. Dat jullie in die kwetsbare fase dit allemaal met ons willen delen. Dank ook aan jullie, dat jullie de tijd gevonden hebben om na deze heropening van Tapas Theater en wat ons betreft daarmee de start van het zomertheaterseizoen in Nederland zijn gekomen. We focussen op wat wel kan en in ons geval is het eigenlijk nog best veel. Dus, beperkingen maken wat ons betreft creativiteit los en halen het beste in de mensen naar boven. Dat zullen de artiesten zo laten zien en wij gaan ervan uit dat de culturele sector dat ook aan heel Nederland gaat laten zien. Hoog tijd dus, wat ons betreft, om nu het weer mag snel mee te beginnen. Dus we kijken uit naar een gedenkwaardig theaterseizoen. Ik wil heel graag zo meteen Ivan Manuel uitnodigen om officieel, wat eigenlijk een beetje raar is, want de eerste voorstelling is dus nu boven, maar goed, dat laten we maar afspreken. Het seizoen te openen door het lint open te knippen. Even nog een paar mededelingen van huishoudelijke aard voordat we dat gaan doen. We hebben vanmiddag dus 2 voorstellingen. Eentje hebben jullie over gelezen en hebben jullie ook ja op gezegd, Lisa Osterman. Maar de ander, daar staat hij beneden al, Rijn Hofman, speelde bij ons in september zijn voorstelling. Nou, was een groot succes, het publiek vond het allemaal mooi. En ik belde hem gisteren om 10:30 en ik zei s'avonds. En ik zei, Rijn, ik lees opeens in het rapport van de overheid dat we niet meer mogen zingen in een zaaltje. Kun jij me helpen? En Rijn zei, oké, dan heb ik een paar uur om mijn teksten te leren, maar ik ben er. Dus ik ben goddank blij dat hij er is. Ik weet dat het een goede voorstelling is, dus ik heb daar geen stress over. Dus Lisa speelt hem hier, Rijn speelt hem beneden. Er kunnen 8 mensen in, dus we gaan even naar beneden en dan zien we wel of we hem nog een tweede keer spelen of wat dan ook. We gaan het maar gewoon allemaal flexibel doen. Om 1,5 meter te garanderen, ga ik jullie 1 voor 1 vragen om naar beneden te lopen. Dus we kunnen niet zoals vroeger hier verzamelen, maar we gaan 1 voor 1. Zoals altijd mag je ook straks je drankje gewoon mee naar beneden nemen. Dus en vraag het ons ook bij, als je het drankje wil, laat het ons weten, we zijn met genoeg mensen. Tussen, na de voorstellingen, ben je alsjeblieft vrij om, als je daar zin in hebt en wel nog wat coronakilo's wilt opbouwen, kan je uit onze automatiek onze hapjes nemen. Er zijn munten, die gooi je erin, trek je eruit. Wordt continu schoongemaakt, maar voel je er niet prettig bij, zijn er handschoentjes daar die je aan kan trekken.
En het laatste is dat tussen en na de voorstelling de theatermakers en ik en ook mijn collega's hier zijn, mochten jullie nog vragen hebben of wat dan ook, dan willen we ze graag verder toelichten. Nou, rest mij eigenlijk niks anders dan jullie heel veel plezier te wensen. En lieve Manuel, mag ik jou alsjeblieft uitnodigen om voor ons Tappers Theater en daarmee het zomertheaterseizoen te openen. Ja, maar hij doet nu vandaag nog als... Ik zal een paar dingen zeggen dan, als je toch iets gaat zo maken. Ja. Tot mijn schande ben ik ben portefeuillehouder cultuur in Stadstel Oost, onder andere. En tot mijn schande ben ik hier nog nooit geweest. Dus dit is mijn eerste keer hier in het Tappers Theater. En het erg is natuurlijk dat het Tappers Theater kennelijk voor mij gemaakt is. Want juist een beetje theater zien, maar niet de hele avond door. En een beetje kunnen afwisselen en ook kunnen eten. Dat is precies niet wat ik wel zou willen eigenlijk. Dus schande voor mij dat ik dit niet eerder heb ontdekt. En dat ik jullie heb moeten ontdekken op een andere manier eigenlijk. Dat was een beetje het gedoe van een paar boze mensen. Maar dat is allemaal gelukkig goed gekomen. Zeker. Ik ben heel blij dat het nu weer start kan gaan. Dat we weer een beginnetje kunnen gaan maken. Ik zal zo meteen een linkje doorgeven, maar ik hoop toch echt dat dit niet het nieuwe normaal is. Wij ook niet. Dit is niet mijn. Dit is niet hoe wij in Amsterdam met elkaar samenleven. Nee. Dus laten we in godsnaam hopen dat het tijdelijk is. Maar in die tijdelijkheid een schone schaar. Ja, precies. Alsjeblieft. Die dan nu de precies is bij mij. Ja, maar dat is niet erg. En dan. Wie zit er jou? Yay! Ja! Ik heb deze kant. Nou, dan nodig ik Lisa graag uit om de voorstelling te beginnen. En dan daarna doen we weer een rondje drankjes, et cetera. Kan je die appel misschien eten met iets minder geluid op de laatste dag van het nieuwe normaal? Je vraagt, wat zal ik vanavond koken? Maakt niks uit. En laat ze me eten wat jij wil. Oh, oké. Maar je wilde toch hardlopen? Ga je weer niet? Oh ja, ik ga na het eten wel, maar ik ga sowieso. Je kookt en zet het eten op tafel. Veel vrienden hebben is niet moeilijk. Niet zijn vriendschappen nog verstoren. Als je altijd zegt wat de ander wil horen. Of stel bijvoorbeeld twee vrienden kopen een huis in het dorp uit de Maarse dromen. En jij voelt ik wil heel erg niet naar een houtwarm feest. Zeg dan, met een beetje geluk redden we het om snel langs te komen. En wees niet bang, want geluk bestaat niet in haar geest. Zeg iemand in mijn leven, daar gaat de aarde kapot aan. Als je het milieu echt wil helpen, neem er geen. Zeg dan, ja, absoluut, al heb je haar maar al verstaan. Want je eierstokken rammelden er heel de tijd doorheen. In 5, 6, 7, 8. Het is echt ongekend. Hoe ontzettend mooi jij bent. Ja, dit ervan. Hey shit, er zijn toch ook mensen misschien die hier alleen gekomen zijn, Patrick. Dus die hebben natuurlijk niemand om ons even te zingen. 6, 6, 7, 8. Ik weet nu hoe een vriend te zijn. Je borsten zijn helemaal niet klein. Ja, ik ben best wel blij, maar nog, ik wil nog één keer even nog één keer. In 5, 6, 7, 8. Ik weet hoe een goede vriend moet zijn. Je borsten zijn helemaal niet klein. Ja, dit geloof ik. Ik ben ready. Commercial. Een multitasker. Ja, go for it. Ja, het leven is een raar gegeven. En daar moet je ook niet te lang bij stilstaan, want dan word je gek. Hè? Als je bijvoorbeeld nagaat dat de lijn van je ouders is 3,5 miljard jaar geleden begonnen.
3,5 miljard jaar geleden. Dus dat, toen was de aarde, misschien wel een. Dus ja, 3,5 miljard jaar geleden. ik zal niet voorstaan, hoeft er niemand. Ik heb een laser. Hier zo is dat begonnen. Dus 3,5 miljard jaar geleden. En ze hebben allemaal lang genoeg geleefd. Allemaal lang genoeg om een stukje DNA door te geven. Om uiteindelijk voor te zorgen via je ouders dat jij hier nu bent. Dus die zijn niet vroegtijdig gestorven door bijvoorbeeld de meteoriet die de dinosaurussen heeft doen uitsterven. Er is trouwens een foto van vlak voor dat moment. Hier komt die meteoriet aan. Dus zij zit hier nog gewoon een beetje keuvelen. Van, god, wat heb jij gedaan? Hij of zij, gender neutral. Die roept, hey, pas op, er komt een meteoriet aan. Pas op. Dus ik vraag me wel gelijk af hoe ze die foto gemaakt hebben met die handjes. Dus dat hebben ze overleefd. Ook de ijstijd hebben ze lang genoeg geleefd om verkocht. Dus je hebt 2,5 miljoen kans om de staatsloterij te winnen. Dat is een super kleine kans en toch, ik koop al de staatslot en ik ga echt een keer winnen. En als jullie ook één koop, ga je ook echt een keer winnen. Maar wel naar mij. Dus je hebt 1 tot 180 miljoen kans om de staatsloterij om geboren te worden en 1 tot 2,5 miljoen kans om de staatsloterij te winnen. Dat betekent dat je 72 keer meer kans hebt om de staatsloterij te winnen dan om überhaupt geboren te worden. Dus wij zijn echt mega winnaars. Wie heeft wel eens 1 keer de staatsloterij gewonnen? Maar gewoon echt een mega jackpot. 1 keer? Wie heeft wel eens 2 keer gewonnen? 3, 4. Wie heeft wel eens 5 keer de staatsloterij? Nou, dat is 72 keer. En pas dan word je geboren. Dus wij zijn echt mega winnaars. Dit is echt de grootste prijs die er is in het leven. Hey Chichi. Chichi is een 90s baby. 1999. Nee. 95? 95? Ja, zie je? Wow, I know it. Oké. Chichi was het weer met jou. Dat was echt super. Dat is zo leuk. Ik vond het ook leuk. Matt, hoe vond jij het? Ben je al dronken? Ja, we zijn weer in de theater. Het was echt heel leuk om weer in het theater te zijn. Het is echt weer gezellig om lekker mensen na te borrelen. En het hele programma van het Tapas Theater van juni vind je op mijn website www.cultuurvlogger.nl. En blijf me gewoon lekker volgen de volgende vlog.